Wat zijn etalagebenen? Waarom moet ik lopen? Etalagebenen. Bij etalagebenen zijn de bloedvaten in de benen vernauwd. Het bloed kan er dan niet goed doorheen stromen. Hierdoor krijg je kramp en pijn in de benen bij het lopen. De pijn gaat weg als je stilstaat, bijvoorbeeld voor een etalage. Daarom heet het etalagebenen. Vernauwingen in de beenslagaders ontstaan door slagaderverkalking. Het is dus extra belangrijk om gezond te leven. Gezond leven betekent veel bewegen, niet roken en gezond eten. Ook krijg je medicijnen om slagaderverkalking af te remmen en bloedverdunners. Met bloedverdunners heb je minder kans op stolsels in je bloed. Een stolsel is een bloedpropje. Heel belangrijk in de behandeling is looptraining. Een fysiotherapeut maakt een persoonlijk trainingsschema. Je gaat dan 2 tot 3 keer per week trainen met de fysiotherapeut. En meer bewegen thuis. Meestal gaat het na 3 maanden al beter en is de afstand die je zonder pijn kan lopen groter. Vaak is een operatie dan niet meer nodig. Als de looptraining toch niet voldoende helpt, kan een dottenbehandeling of bypassoperatie nodig zijn. Wil je meer weten? Kijk op onze website of chat met een van onze voorlichters.